Het allerbelangrijkste voor een basketspeler, op welk niveau ook, in het begin en later, vooral in het begin, is om de juiste know-how te krijgen en de juiste fundamentals. En dan denkt men altijd maar aan het shot of aan de pas, maar eigenlijk ook het lichaam op zich. Move to prevent is belangrijk niet alleen voor basketbal. Vandaag heeft men echt nood aan een heel getraind atletisch lichaam. Maar is evengoed voor hockey, voetbal, tennis, volleybal, sport een heel belangrijk gegeven. Move.